Dit is Papa Alpha 0, Echo Tango Echo voor de Daily Minutes, nummer 1392, met een uitzending voor vandaag, 24 augustus 2018. Nee, ik ben niet best bij stem. Dit is het bulletin van vrijdag. De data, dat is vandaag de vertrouwde en supersnelle 8 PSK1000 bij 1800 hertz. 8 PSK1000, 2 seconden lang na de gesproken roepnaam aan het eind van de uitzending. Je kunt dit onder andere ontvangen met FL Digi. Vandaag weer een deel uit de serie over antennes en een deel over repeatertechniek. Allemaal techniek, waar hoor je dat tegenwoordig nog? Ik krijg momenteel een hoop positieve feedback op deze herhaalde series. Meer nog dan destijds bij de eerste uitzending. Dat betekent dat het een goed idee was om die deze zomer te herhalen. Als alles volgens plan gaat, begin ik binnenkort met 1 of 2 nieuwe series. Eentje waar al een aflevering van geweest is over bekende namen in de radiohistorie en de natuurkunde. Een andere serie gaat onder andere over een radiopiraat in Engeland. Die begon als een stel qua jongens die met een kinderwagen, met een zender en een accu ieder weekend naar een Londens park reden. De zender is nu alweer 1 jaar of 12 een populair en legaal commercieel station. Oh ja, denk vanavond om 10:30 nog even aan de lange uitzending van de Daily Minutes vanaf 22:30 op PI3 UTR en op fm.shorties.nl. Ja, en dan deel 4 van onze serie over antennes. Er zijn bij het ontvangen eigenlijk maar een paar dingen belangrijk. Of je een signaal hoort, hangt af van of het signaal sterker is dan de aanwezige ruis. Dat wil zeggen, in een gunstig geval, of sterker dan de aanwezige achtergrondstoring. Kun je die dingen beïnvloeden? Ja en nee. Allereerst wil ik wijzen op een nogal onzinnige parameter bij aanprijzingen van korte golfontvangers en van zendontvangers. Op VHF en hoger ligt dat anders, maar een gevoelige ontvanger is iets wat je op de korte golf nodig hebt bij een slechte antenne. Als je mobiel of draagbaar werkt, dan werk je met een matige antenne meestal en dan heb je wat aan gevoeligheid, als de uitstraling van je auto of de omgeving daar dat tenminste niet verpest. Op de meeste banden heb je dus meer aan een goed gedrag van je ontvanger bij sterke signalen. Maar hoe gevoeliger je ontvanger is, hoe slechter hij tegen sterke signalen kan. Dat geldt voor een slechte ontvanger, maar ook voor een heel goede. Zet er voldoende voorversterkers voor en hij gaat al op tilt van een QRP-signaal. Toch zie je fabrikanten telkens weer opscheppen over hoe gevoelig hun HF-apparatuur wel is. Ook al is dat een apparaat voor thuis, waar je meestal op zijn minst een heel redelijke antenne hebt. Gelukkig kun je de meeste ontvangers dan ook weer ongevoeliger maken door een verzwakker in te schakelen of door de eerste versterkertrap uit te schakelen. Niet al te veel op letten op die gevoeligheid bij de aankoop dus. Goed, het gaat er dus om of je kunt beïnvloeden of een signaal al dan niet boven de ruis of de achtergrondstoring uit te krijgen is. Een eenvoudig te begrijpen manier om het signaal boven de ruis te tillen is door aan de zendkant het vermogen te vergroten. Zit het signaal 5 dB onder de ruis en vermenigvuldig je het zendvermogen met 10, dat wil zeggen er komt 10 dB bij, dan zit het signaal ineens 5 dB boven de ruis. Je ontvanger gevoeliger maken werkt niet, want als je de ruis die uit de antenne komt al hoort, en dat is zoals het moet, dan is je ontvanger al gevoelig genoeg. Aan de ontvangstkant kun je beter een betere antenne gebruiken. Eentje dus die door, zoals we de vorige keer hebben behandeld, een betere bundeling van het signaal, meer microvolts op de ingang geeft. Daardoor wordt het signaal echt sterker. Tenzij natuurlijk sprake is van achtergrondstoring die uit dezelfde richting als het signaal komt. Behalve versterking kun je je antenne ook hoger plaatsen. Of, als die er is, op een betere plek dan waar hij staat. Zodat er bijvoorbeeld op 70 centimeter niet meer een betonnen flat in de weg staat. De zendende kant kan overigens hetzelfde doen. Dus een antenne gebruiken met een beter richteffect en de antenne op een hogere, betere plaats zetten. Zo'n verandering werkt overigens ook als de zendkant op ontvangst gaat. En dat voordeel heeft een hoger zendvermogen, zoals we eerder ook al vaststelden, niet. Behalve dat we iets aan de antenne doen, kunnen we zonder een voorversterker ook al iets aan de signaalsterkte doen. Bijvoorbeeld de bandbreedte van de ontvanger verkleinen. Dat moet natuurlijk wel kunnen, want je wilt dat het hele ontvangstsignaal in het filter past. Want alles wat er niet in past, dat gaat verloren en daar wordt het signaal zeker niet harder van. Veel moderne FM-transceivers hebben 2 filters. Daarmee kun je goed dit effect uitproberen. Zet je zo'n apparaat op narrow, dan gaat hij in veel gevallen veel te zacht moduleren. Maar als er ook een smal filter in zit, dan neemt wel de gevoeligheid van de ontvanger met bijna een S-punt toe als het apparaat op smal staat. Een repeater als PI2NOS moduleert zodanig dat hij meestal nog wel in het smalle filter past ook. Een mooie instelling zou dan ook zijn dat je de zender op wide zou kunnen zetten en tegelijkertijd de ontvanger op narrow. Met de meeste apparaten gaat dit niet. Het kan wel als je een zendontvanger hebt met 2 ontvangers erin. Dan zit je de ene ontvanger op narrow en de andere op wide. Het exemplaar op wide, daar zit je het volume van dicht en die gebruik je om te zenden. Let op, want vaak heeft bij dit soort apparaten maar 1 van de 2 ontvangers ook een narrow filter. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de FT8800 en de 8900 van Jesu.
Terug naar de antennekwestie. Er is namelijk nog een manier waarop je soms het signaal van een ontvangerstation kunt verbeteren. Als de oorzaak van het slechte signaal een stoorbron is, dan kun je je antenne bijvoorbeeld neerzetten op een plek waar je minder storing ontvangt. Ook kun je een afscherming in de richting van de stoorbron neerzetten of een antennetype gebruiken, zoals bijvoorbeeld een quad-antenne of nog beter een magnetische loopantenne, die veel minder gevoelig zijn voor stoorsignalen. Deel 3 van de serie over repeatertechniek. Gisteren hebben we behandeld dat de meeste repeaterbeheerders voor een repeater graag dezelfde antenne voor zowel zender als ontvanger willen gebruiken. Om echter de zender en de ontvanger op dezelfde antenne aan te sluiten, zijn, zoals ik al beschreef, zware maatregelen nodig. De zender en de ontvanger met een T-stuk op dezelfde antenne aansluiten gaat dus niet werken. Niet alleen overstemmen het zendsignaal en de ruis die de zender afgeeft dan al het andere. Het signaal van de zender is op de ontvanger zo hard dat hij in veruit de meeste gevallen direct kapot gaat. Zelfs met twee antennes in de nabijheid van elkaar zal het signaal van de zender al vaak de ontvanger beïnvloeden. In veel gevallen wordt op die manier de ontvanger zelfs geheel dichtgedrukt. Dat kun je hooguit verbeteren door speciale maatregelen, bijvoorbeeld door de antenne van de ontvanger in een dip voor het zendsignaal te plaatsen. Om het in concrete getallen uit te drukken, bij een repeater met 10 watt op 2 meter is voor de meeste apparatuur een demping nodig tussen het signaal van de zender en de ontvanger van tussen de 80 en de 90 dB. Een dempingsfactor dus van 1 met 8 tot 9 nullen. Een duplexfilter zal hier dus minimaal aan moeten voldoen. Vergroot je het zendvermogen met 10 dB, van 10 naar 100 watt dus, dan moet het filter ook 10 dB meer dempen. Bij een reductie naar 1 watt is het omgekeerde het geval. Meest in gebruik in dit soort gevallen zijn zogenaamde cavity filters. Die bestaan uit stevig messing buismateriaal, dikke buizen met daarin een resonerende holte. Ik heb ook een ontwerp gezien met twee zinken emmers bovenop elkaar en dat zou ook goed werken. Maar dan wordt die wel groot. Aan de bovenkant zit dus vaak de mogelijkheid om de afzonderlijke cavities af te stemmen en dat is ook nodig. In de praktijk worden er meestal 3 tot 4 van die filterpotten tussen de zendlijn gezet en 3 tot 4 voor de ontvanger. Voor de hand liggend is om 3 of 4 van die filters op de ontvangstfrequentie af te stemmen en die andere 3 tot 4 op de zendfrequentie. Bij de coax van de antenne worden dan deze twee filters samengevoegd. Het zendsignaal vindt dus op zijn weg in totaal 6 tot 8 filterpotten voor het bij de ontvanger kan komen. De filterpotten worden zo scherp mogelijk op de respectievelijke zend- en ontvangstfrequenties afgeregeld. Dit is een manier waarop dit inderdaad kan werken. Deze configuratie blijkt echter op de gewenste frequentie nogal veel demping te geven. Tussen de 2 en 4 dB zijn praktische waarden voor 2 meter voor die demping. Bij ontvangst is dat al veel, bij zenden is het ook heel veel. Bij 3 dB demping bijvoorbeeld, dat zit daar net tussenin, dan blijft de helft van het zendvermogen in het duplexfilter met de cavities achter. Dit wordt daar dan dus in warmte omgezet. Bij repeaters met veel zendvermogen zul je in zo'n geval het filter zelfs misschien moeten koelen. Om die reden wordt vaak een andere filterconfiguratie gebruikt. In cavities zitten 2 koppellusjes, 1 voor de ingang en eentje voor de uitgang, met aan elk meestal een coaxplug. Als je de in- en uitgang van zo'n cavity intern met elkaar verbindt, door middel van ofwel een kleine condensator of een spoel, dan gebeurt er iets bijzonders met de filterkarakteristiek van zo'n cavity. Er ontstaat in zo'n geval een scherpe notch met een punt waar 1 frequentie dus heel scherp wordt weggefilterd, met daarnaast een gedeelte dat een stuk minder demping geeft dan de configuratie met het doorlaatfilter. De notch wordt hierbij zo afgeregeld dat deze het zendsignaal uit de ontvanger houdt en zo ontstaat er toch een voldoende grote demping. Dit terwijl de doorlaatdemping op de zend- en ontvangstfrequentie dus heel veel kleiner is. Een praktische waarde van een filter als dit is bijvoorbeeld tussen de 0,1 en 0,3 dB demping. Dat is meer dan 10 maal zo goed als met de pure filtercombinatie. Overigens worden de duplexers in de vorm zonder de notch nog wel gebruikt. Dat is bijvoorbeeld op plaatsen waar heel veel zendapparatuur bij elkaar staat. De notchfilters filteren signalen ver naast de gebruikte frequentie veel minder goed weg dan de filtervariant. In zo'n geval neemt men dus genoegen met de veel hogere demping en verhoogt eventueel het zendvermogen om het verschil te compenseren. De op deze manier aan de ontvangstkant verloren gevoeligheid die kan echter niet worden gecompenseerd. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes kwam tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Use it or lose it. Als je de banden niet gebruikt, dan raak je ze kwijt, domme zendamateurs. Eigen schuld, dikke bult. En microfoon naar retour.